Uh, de Stichting Dorpsfeest Soeterwoude laat weer van zich horen, maar ze gaan niet op korte termijn een dorpsfeest te organiseren. Nee, helaas, dat zit er nog steeds niet in, maar we, uh, zij kijken vooral naar dingen die wel kunnen en ze hebben bedacht uh, een uh, online bingo te organiseren deze keer. Soeterwoude gaat bingo, maar dus niet bij elkaar, maar we doen het online. We doen het online, natuurlijk helemaal coronaproof. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, hier in de zaal van de meester gaat er gestreamd worden. Dus de mensen van de dorpsfeesten gaan hier zitten en zorgen dat er een prachtige bingo gespeeld kan worden online. En dan kan je ook prijzen winnen. Dat zal toch wel heel duur zijn om mee te doen? Nee, natuurlijk niet. Je weet toch hoe dat gaat in zoetewouden. Dat wordt natuurlijk weer zo aangeboden. Er zijn sponsoren die geven mooie prijzen beschikbaar, stellen mooie prijzen beschikbaar. En iedereen die mee wil doen, kan gewoon lekker meedoen. Helemaal voor noppers. Samen met de drie klavers aan de Hoge Rijndijk gaan wij weer zorgen dat de mensen bij de bingo weer lekker uh, wat kunnen happen. En dat kunnen zijn of borrelplateautjes of bittergarnituren. En uh, de borrelplateautjes kunnen dan eventueel vooraf worden afgehaald. garnituren worden op de avond zelf warm aan de voordeur bezorgd. En dan van de zomer weer een dorpsfeest? Ja, het zal toch echt wel een keertje moeten gaan gebeuren. Al moeten we vier of vijf boosterprikken hebben, maar ik hoop echt dat we van de zomer met z'n allen weer in de feesttent staan op veld 11.